Het is vrij duidelijk, hè? Ja, dat kan er wel zeggen. Wat vind je er nou van als je er naar kijkt? Niet leuk. En een beetje eng. De boodschap was zeer duidelijk. Ja. Daar heb ik nog nooit meegemaakt. Nog nooit. Nee. Ja, heeft u er stress van? Ja, ik zit nog een beetje te bibberen aan de... Ik zou het liefst nou een alingpak sigaret oproken, maar ja, dat is niet gezond natuurlijk. Maar ja, het zit er toch wel in. De deur en het raam zijn op klaarlichte dag beklad. Het gebeurde vanochtend toen Marij een klein uurtje weg was om bloed te prikken. Ze zag de bekladde voordeur toen ze terugkwam. Ja, toen reed ik achterom en ik wou achterom rijden. Toen zag ik op mijn voordeur een tekst staan. Toen reed ik naar achteren, naar mijn plaats toe. Toen zag ik ook weer een tekst met haakse kruizen en... iets met de dood. Jan, je bent een vriend van Marij. Je bent boos, hè? Heel boos. Ik heb er gemoord voor wat er gebeurd is. Hakenkruizen en vooral die laatste woorden, ja, ik wil ze nog niet uitspreken. En daarom bij deze, ja, de politie is erbij geweest en zo. Ik vind het heel raar dat de enige win niemand in de straat heeft gezien. En daarom bij deze wil ik 500 euro beloning uitloven voor de gouden tip. Degene die het gezien heeft, alsjeblieft de politie bellen. En bij mij een envelop komen halen als eruit komt wie het gedaan heeft. Wie er achter de bekladding zit is niet duidelijk, maar hij heeft wel een vermoeden. Een buurtgenoot zorgt volgens haar en meerdere buren al een tijd voor overlast. Maar hard bewijs is er niet en de man in kwestie ontkent. Ik wacht nou gewoon af wat de politie verder doet.